Welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we dit maken. Het oog van Sauron, van Lord of the Rings. Het alziende oog. Dus het is wel een gave oplossing. Maximale benutting van de ruimte. Twee panelen landscape, twee portrait en twee portrait. Micro-omvormers van AP Systems, de DS3. Panelen Jinko 420 watt piek. Formaatje 113 en een beetje bij 172. Dus enjoy! Nou, we gaan dus het oog van Sauron maken van Lord of the Rings. Dus, hier landscape, landscape, portrait, portrait. Heel belangrijk om alles al af te tekenen. Dus ik ga dat in elkaar steken. Het is een speciaaltje. Dus moet maar eens goed kijken. Zo, de rails zit erop. Het is met de APS. Aan de andere kant ligt al een set. 10. Straks nog een beetje zagen. Dus dat is wel grappig om te maken zo. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. The Eye of Sauron. Deze set zit op fase 2 en fase 3, die andere op fase 1. En ook hier de Jinko 420. Ik weet niet of je het ziet. Mooie paneeltjes. Ik ga altijd even je legschema van tevoren maken. En dan zie je fase 1, fase 2, fase 3, serienummers en even de kanalen netjes documenteren. Dat is straks makkelijk voor je app te maken. Omvormers erop, kabels aangesloten, verheffingen is aangebracht. Dan is het grote moment van de waarheid aangebroken. We gebruiken de montagehulp, een bovenste gaatje van de Jinko's. Ze hebben twee montagegaten. Dan hangen we er één aan. Dan die landscape, even goed rechten. Dan die eronder, deze. En dan zo terug naar boven werken. Kijk, de eerste licht. Dus daar zit al een eindklem. De kap, de buitenkanten ook. Hier een module klem. En daar nog eentje voor de landscape. Dus nou gaan we de landscape leggen. Daar even trailsje zagen. En dan zijn de eerste drie in feit. Hopla! Nou, dat is al een halve Sauron. Ja, prachtig gewoon. Ja. Het oog. Alles is in bedrijf. Bedankt voor het kijken weer. En abonneer. En tot de volgende. Toedels.